De bescherming van kwetsbare groepen zoals kinderen en baby's hebben een hoog prioriteit van het ministerie van Justitie en Politie. Het is daarom de taak van de afdeling kinderrechten, ondergebracht bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, om in samenwerking met afdeling Bureau Familierechtelijke Zaken te werken aan het oppakken van gevallen, zoals laatstelijk bekend werd met de mishandeling bij een oppashuis, zegt minister Kenneth Amoxie. Laat mij breed aangeven dat bijvoorbeeld voor de bescherming, naleving van kinderrechten, er wel een afdeling is, afdeling kinderrechten, ondergebracht bij het ministerie van Sociale Zaken. Vanuit justitie hebben we BUFAS, die gaat over dus het bureau familierechtelijke zaken. Die gaat over eigenlijk management reguleren van deze zaken. En niet zo lang terug hebben we gehad dat bij een van die opvangtehuizen BUFAS haar kinderen, dus de kinderen die aan haar zijn toevertrouwd, dat ze inderdaad hebben verwijderd uit een van die kinderthuizen. Maar voor wat betreft de sluiting, daarover gaat ze s'avonds. De bewindsman stelt dat er op justitieel niveau gewerkt wordt aan de bescherming van elk kind. Het is belangrijk dat de gestelde regels worden nageleefd ter voorkoming van calamiteiten.